Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Hopelijk hebben de meeples van Carcassonne geen hoogtevrees, want vandaag gaan zij de hoogte in en gaan we torens bouwen. En dat doen we met de uitbreiding De Toren voor Carcassonne. Wat gelijk opvalt als je de doos open doet, is deze mooie tegelhouder. Hier passen twee rijen tegels in voor Carcassonne. En hiermee heb je genoeg ruimte om het basisspel en wat uitbreidingen erin te gooien. En je kan dus mooi een tegeltje uit de toren trekken. Zet hem goed bereikbaar neer, dan kan iedereen er zo uit pakken. En ik moet zeggen, ik gebruik deze toren nu eigenlijk bij al mijn Carcassonne spelletjes. Ook al speel ik zonder uitbreiding of met een paar uitbreidingen. Ik gebruik altijd deze toren, gewoon omdat het heel lekker werkt om een tegel uit te pakken. Behalve de toren zitten er ook 18 nieuwe tegels in het spel. En op elk van die 18 tegels staat een stukje toren, de basis van de toren. En we hebben de torentjes zelf. Dat zijn er 30. En afhankelijk van het aantal spelers krijg je ook een aantal torentjes. Goed, de torentegels zijn door de andere tegels heen geschud. Het spel begint en vervolgens komt het spel zo te liggen. Dus er is van alles in aanbouw. En vervolgens trekt bijvoorbeeld de rode speler één tegel met één toren erop. De tegel met de toren leg je gewoon aan volgens de gebruikelijke regels. En je mag er ook gewoon een horige op zetten. Dus je kan voor de weg gaan of voor het weiland in dit geval. Wat je ook mag doen in plaats van een horige neer te zetten, is een torentje bouwen op het torenstukje. Dus je pakt één stukje toren en deze leg je er bovenop. De speler die deze toren neerlegt mag een meeple weghalen van een aangrenzend veld. En dat gaat dan in de horizontale of in de verticale, dus niet te schuin. Dus als ik nu rood ben, haal ik deze niet weg, maar stel ik ben geel, dan kan ik nu zeggen ik bouw hier deze toren, dus deze meeple neem ik nu gevangen, die is nu van mij. En dat is dus een mooie manier om je tegenstander uit een bepaald project te halen. Ligt er eenmaal een toren in het spel, dan komt er nog een extra optie bij die je kan doen op het moment dat je de tegel trekt met de torensymbool erop. Dus hier zie je weer het torensymbool. Je kan weer je meeple erop zetten. Je kan een nieuwe toren gaan starten hier. Maar wat je ook mag doen is doorbouwen op een al bestaande tegel. Dus in plaats van dat je een nieuwe toren begint, ga je verder op deze. En dat betekent dat het aantal velden waarop je een horige gevangen mag nemen ook verdubbelt. Dus in plaats van één vakje mag je nu twee. Omdat er twee toren staan mag je twee vakjes horizontaal of twee vakjes verticaal mag je een meeple weg gaan houden. Dus ook deze meeple is nu niet meer veilig. En die torens kunnen onbeperkt hoog worden, dus blijf je tegels met torens trekken, dan kan je naar 4, 5, 6, het maakt niet uit hoe hoog die wordt, en dan kan je steeds verder weg meeples gaan weghalen. Maar om je horig te beschermen tegen het eventueel uitbreiden van de toren, heb je ook nog een vierde actie. Als er dan weer een torentegel aangelegd wordt, kan je er ook voor kiezen om jouw meeple bovenop een toren te zetten. En dat betekent dat die toren gesloten is en niet verder meer kan groeien. Deze toren was nu 2 hoog. Stel dat er nog een toren opkwam, dan kon je al 3 ver en dan was deze meeple kwijt. Dus stel je bent iets heel moois aan het bouwen en je wilt beschermen en voorkomen dat jouw meeple daar weggehaald wordt, gevangen genomen wordt, dan kan je de nabijgelegen toren afbouwen. Dat betekent dat er niks meer op mag. Die meeple die bovenop de toren staat, ben je wel kwijt tot het einde van het spel. Dus misschien is het in deze situatie nog niet zo heel handig om dit te doen, want stel dat de tegenstander aan de andere kant van jouw gebouw alsnog een torentje aanlegt, dan ben je hem nog kwijt. Maar zeker later in het spel, als je meeples al wat meer in het midden van het veld staan en er niet meer makkelijk een toren bij kan komen, dan kan het raadzaam zijn om die toren af te bouwen. Met het bouwen van een toren kan je dus een meeple van de tegenstander gevangen nemen, maar gelukkig kan je die gevangenen ook weer terugkopen of terugkrijgen. En de mooiste manier is als jullie allebei een meeple van elkaar hebben, dan mag je een meeple met elkaar ruilen. Dus stel spelen rood en spelen groen hebben allebei een meeple van elkaar, dan geven ze gewoon elkaar de meeple terug. De tweede manier om een meeple terug te krijgen is hem los te kopen. Stel de tegenstander heeft een meeple die jij graag wil, maar je hebt zelf geen meeple van de tegenstander, dan kan je die kopen van de tegenstander. En om dat te betalen ga jij zelf 3 stappen achteruit op het scorespoor en de speler waarvan je de meeple vrijkoopt gaat 3 stappen vooruit op het scorebord. Dus ten opzichte van die speler verlies je 6 punten, ten opzichte van de andere speler 3. Dus dat kost wel wat, maar je hebt er wel een meeple voor terug die je ook weer gelijk mag inzetten. En dat was hem dan alweer, de toren. En eigenlijk zou ik deze uitbreiding sowieso aanraden gewoon om de mooie tegelhouder, of je de uitbreiding nou wel of niet gebruikt, de tegelhouder leg je er gewoon los bij en kan je bij elk Carcassonne spel gebruiken. Nieuwe tegels met het torensymbool erop, trek je die tegel, mag je een toren bouwen en met die toren mag je weer meeples gaan gevangen nemen en die uitwisselen. Deze uitbreiding is dus vooral opgericht om meeples van de tegenstander van het bord te verwijderen en zo te voorkomen dat ze punten gaan scoren. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellenreporter@gmail.com. En we zijn ook als spellenreporter te vinden op Twitter. Uiteraard komen er nog wat uitbreidingen aan voor Carcassonne. En we gaan ook nog de andere varianten van Carcassonne bekijken. Dat allemaal later. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Mijn naam is David. Dit was een filmpje van de Spellenreporter.